Hoi hoi, mijn naam is Jessica van de reiswebsite Corners of the World en ik krijg regelmatig de vraag hoe ik foto's van mijzelf op reis kan maken, aangezien ik geen eigen fotograaf heb, ik heb geen paparazzi achter me aan die foto's van mij kunnen maken. Ik ben altijd alleen op reis, dus ik moet het zelf doen. En er zijn eigenlijk twee manieren om dat te doen. De eerste manier is denk ik de meest voor de hand liggende. En dat is het aan iemand vragen. Nou moet ik zeggen dat ik daar zelf niet altijd de beste ervaringen mee heb. Aangezien sommige mensen denken dat ze heel goed zijn in fotograferen, maar dat misschien niet altijd zijn. Denk aan onscherpe foto's, hoofden of lichamen die halverwege worden afgesneden, hele rare composities. Dus je kunt er niet altijd op vertrouwen dat mensen goede foto's van je maken. Maar als je het aan iemand vraagt, probeer er altijd ten eerste even op te letten of dat diegene een beetje goed is in fotografie. Dus dat kun je vaak zien aan de camera die diegene gebruikt. Klikt diegene er maar snel op los of gaat hij echt even ervoor zitten om te kijken wat voor compositie diegene wil bepalen. En aan de hand daarvan kun je vaak al snel wel een beetje aanvoelen of dat iemand een mooie foto kan maken. Wat verder ook helpt is om alvast een beetje werk vooraf te doen. Dus markeer een plek waar jij gaat staan. En kijk zelf alvast even waar de ander moet gaan staan om die foto te nemen. Waardoor diegene eigenlijk zelf bijna niks meer hoeft te doen. Alleen op het knopje te drukken. Waardoor je eigenlijk vrijwel zeker weet dat de foto en de compositie gewoon goed zijn. Dus dat is ook even belangrijk om te onthouden. Markeer die plek en zorg dat iemand gaat staan waar jij wilt dat diegene gaat staan. En wat verder ook vaak nog wel kan helpen, het kan natuurlijk spannend zijn om aan iemand te vragen van hey, wil je een foto van mij maken? Maar meestal als zo iemand ook alleen is of het is een stelletje, dan kun je natuurlijk vaak in ruil daarvoor ook een foto van hun maken. Vinden ze vaak alleen maar leuk. Dus dat zijn de tips die ik kan geven als je het aan iemand anders vraagt. En de tweede manier, dat is de manier die ik zelf vaak gebruik en dat is de foto gewoon zelf maken. Ik heb altijd een aantal spullen mee op reis, waardoor ik die foto altijd zelf kan maken. Dat is allereerst mijn mini tripod, mijn mini statief. Deze is heel erg fijn, want deze kun je buigen hoe je wil, waardoor je de foto gewoon mooi recht kan maken. Dat is vooral heel erg fijn als je bijvoorbeeld in de natuur zit of op een plek met een onregelmatige ondergrond. Mijn kleine camera kan ik vervolgens hier opdraaien. En ik heb ook een soort van houdertje voor de telefoon. Die kan ik hier vervolgens inklikken en dan kan ik deze er bovenop draaien. Dus dit heb ik eigenlijk altijd standaard in mijn tas zitten. Daarnaast maak ik ook wel eens foto's met mijn systeemcamera, met mijn grote dure camera. Maar daarvoor heb je een ander statief nodig, want die houdt het gewoon qua gewicht niet op dit statief. Nou, dit is mijn andere statief, mijn reisstatief. En het is de Hama Star 700. Het fijne is dat hij wel gewoon, je kunt hem zo groot maken als dat je zelf wil. En het werkt ook weer met zo'n knop. Je kunt hem ook waterpas stellen. En die gebruik ik dus altijd voor deze camera, want die is daar dus wel sterk genoeg voor. En het fijne van deze is ook dat hij gewoon heel betaalbaar is. Hij is volgens mij 20 euro. Zorg er altijd voor dat je foto scherp is natuurlijk. En zorg ervoor dat je camera of je telefoon op timer is ingesteld. Het fijnste is natuurlijk zo lang mogelijk. De meeste gaan ongeveer 10 seconden. En dan heb je ongeveer 10 seconden om voor je foto klaar te gaan staan en er een beetje leuk op te staan. Verder is het ook weer belangrijk als je een foto zelf gaat maken om de plek waar je gaat zitten of gaat staan ook alvast te markeren. Dat je daar tijdens de foto zeg maar niet meer op hoeft te letten. En wat denk ik ook belangrijk is om te beseffen is dat het op het begin kan het misschien een beetje ongemakkelijk voelen. Want er zullen altijd mensen in de omgeving zijn, al helemaal als je in een stad bent, die even kijken van wat gebeurt daar? Wat is dat meisje of die jongen aan het doen? Maar ik bedenk dan altijd maar van oké, het is misschien nou even 10 seconden ongemakkelijk. Mensen kijken mij misschien een beetje raar aan waar ik mee bezig ben. Maar ik heb vervolgens wel voor de rest van mijn leven een leuke foto van deze plek. En ik denk dat dat vaak wel opweegt tegen die 10 ongemakkelijke seconden, zeg maar. En soms vinden mensen het ook heel leuk. Dan komen ze gewoon vragen van wat ben je aan het doen? En oh, wat leuk dat je dat zelf doet en zo. Dus, maar dat is gewoon even een stapje waar je overheen moet. En dat gebeurt denk ik eigenlijk vooral als hoe meer je het doet, hoe gemakkelijker het wordt. En hoe minder ongemakkelijk het voelt.
kan je wel even een leuk voorbeeld laten zien van een foto die ik bijvoorbeeld in Londen op straat maakte. Het was best wel druk op de straat, maar uiteindelijk kwam er best wel een leuk eindresultaat uit. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, dat jullie iets aan de tips hebben. Als je het gevoel hebt dat andere mensen deze tips misschien ook wel handig zouden vinden, deel het vooral met je vrienden en familie en iedereen die je online kent. En dan zie ik jullie in de volgende video.